Bij een steekpartij in de Stadhouderstraat in Arnhem zijn twee gewonden gevallen. De Nederlandse opvarenden die via Gelderse reisbureaus op het gekapseisde cruiseschip voor de kust van Toscane zaten, zijn alle ongedeerd. Ik denk dat we het steeds meer gaan krijgen. Hangbuikzwijntjes worden steeds vaker afgedankt door hun eigenaar en losgelaten in de natuur. Dag dames en heren, goedenavond. Dit is het nieuws van zaterdag 14 januari. Bij een steekpartij aan de Stadhouderstraat in Arnhem zijn vanmiddag twee gewonden gevallen. Het gaat om een meisje van 15 en haar vader. Een man die ervan verdacht wordt gestoken te hebben is aangehouden. Verslaggever Ellen Kamphorst is ter plaatse. Ja, Ellen, wat is daar gebeurd? Het meisje is in de woning neergestoken en volgens de politie is het ex-vriendje de dader. Het ex-vriendje is vertrokken, één straat verderop, in de bosjes gaan zitten. Hij wilde daar niet uitkomen. En de politie kwam, heeft hem gevonden, een waarschuwingsschot gelost en hem daarna ingerekend. Nou, buren heb ik hier gesproken. Die vertellen allemaal heel emotioneel dat ze hebben gezien dat het meisje eerst binnen en daarna buiten op de brancard gereanimeerd werd. En met loeiende sirenes is afgevoerd. En die buren zeggen daarnaast allemaal dat ze heel erg bang zijn, want deze wijk, het Broek, is een wijk waar vroeger vaker dit soort incidenten voorkwamen, dat de spanningen hier nu weer hoog op gaan lopen. Goed, Ellen Kamphorst, dank je wel. Zeker 31 opvarenden van het gekapseisde cruiseschip bij Italië hadden hun reis geboekt via Gelderse reisorganisaties. Ze zijn allemaal ongedeerd en een aantal van hen vliegt vanavond nog terug naar Nederland. Bij het ongeval zijn tenminste 3 passagiers om het leven gekomen en tientallen mensen raakten gewond. Chaos en paniek, dat is hoe opvarenden van de Costa Concordia de schipbreuk beschrijven. Het Italiaanse cruiseschip met aan boord ruim 4200 mensen loopt gisteravond tegen de rotsen bij de kust van Toscane. 10 van de Nederlandse opvarenden boekten hun reis via het reisbureau Cruise Travel in Putten. We kregen een telefoontje van een familielid van een van de opvarenden die even snel per sms contact hadden gehad over dat het schip aan de grond was gelopen. En dat ze op dat moment op vaste wal wel stonden op het eiland Giglio. Maar dat geldt niet voor iedereen. In paniek springen sommige vakantiegangers het ijskoude water in. Doordat het schip snel slagzij maakt, kunnen veel reddingsboten niet gebruikt worden. Hulpverleners spoeden zich naar het 290 meter lange schip om de slachtoffers te helpen. Onder de opvarenden zijn zeker 34 Nederlanders. Allemaal komen ze ongedeerd van het schip af. Veruit de meeste van hen hadden hun cruise geboekt via kras.nl in Ammerzoden, stipreizen uit Zaltbommel en het Puttense Cruise Travel. De schrik zit er bij iedereen goed in. Het is erg schrikken geweest, wat ik me goed kan voorstellen. Ze zijn nu onderweg, de luchthaven, een aantal zitten in een hotel. En we gaan proberen vandaag de mensen terug te krijgen. Dat betekent dat ze alle 10 nog mogelijk vandaag nog terugkomen in Nederland? Dat is wel waar we ons uiterste best voor doen. En voor 8 ziet het er heel positief uit. De andere 2 zijn we op dit moment nog volop mee bezig. Ook de andere reisorganisaties proberen hun klanten zo snel mogelijk terug te vliegen naar Nederland. Er worden steeds vaker hangbuikzwijntjes gedumpt in de natuur. Dat zegt de dierenarts die gisteren 2 van deze dieren in Doorwerth heeft gevangen. Volgens hem is het een trend om hangbuikzwijntjes cadeau te geven aan mensen. Om ze vervolgens te onderhouden, ja, dat blijkt vaak een lastige opgave. Hallo jongens. Hey. Beetje geslapen vannacht? Hi. Nou. Oh. Dierenarts Peter Klaver uit Doorneburg bezoekt vandaag de 2 hangbuikzwijntjes die hij gisteren met de dierenpolitie gevangen heeft. De dieren zouden afgemaakt worden, maar dat kon Marjolein Hoogland van de vogelopvang in Eck en Wiel niet over haar hart verkrijgen. Voorlopig mogen de beesten bij haar blijven. Dat de vorige eigenaar ze in een bos heeft achtergelaten, vindt ze onbegrijpelijk. Dit zijn geen dieren die het lang uithouden in een bos, in een hè, konijnen niet, niks. Maak het dan af of laat het euthaniseren, maar dump niet. De vogelopvang krijgt regelmatig hangbuikzwijnen aangeboden. En ook Peter Klaver komt steeds vaker de gedumpte dieren tegen. De beesten worden voor een paar tientjes op Marktplaats aangeboden. En nogal eens als ludiek cadeau gegeven. Ze worden ook een beetje als een grapje gebruikt. Studenten hebben een introductie, een ontgroening. Of bij een vrijgezellenparty wordt een dier als het ware gebruikt, zeg ik dan maar, als cadeautje. Waar niemand om gevraagd heeft. Ja, en dan hou je dit soort dingen hou je over. Maar Marjolein Hoogland kan niet om zulke grappen lachen. Zij zit nu met de dieren.
en de hoge kosten. Zijn dit toevallig twee vrouwtjes, maar normaal, je moet ze castreren. Ze zijn nu geënt gisteren door de dierenarts voor ontwormen. Je moet een keer voor schurft behandelen, de voeding, stro, hooi. Ja. En nu begint dus de zoektocht naar een nieuw huis voor de dieren. Al gaat dat lastig worden, want de vogelopvang heeft ook nog een ander koppeltje zwijnen. En voor die dieren heeft in de afgelopen 3 jaar nog niemand interesse getoond. In Wijchen en Nijmegen zijn vandaag 2 overvallen gepleegd. In de Waalstad was een overval op een tankstation en in Wijchen op een boerenbondwinkel aan de Kruisbergse weg. De boerenbondwinkel is gespecialiseerd in dierenproducten en alles wat met het buitenleven te maken heeft. De overvaller bedreigde het personeel met een mes. Nadat hij geld had gekregen, vluchtte hij richting het station. De man had blond haar en droeg een grijs-zwart gestreepte jas. In Nijmegen ging het om 4 overvallers die rond 9:30 het tankstation aan de Groesbeekse weg overvielen. Ze namen sigaretten en geld mee. 2 daders gingen het tankstation binnen en een van hen dreigde met iets wat op een vuurwapen leek. De 2 overvallers vluchtten op een scooter, de andere 2 gingen er lopend vandoor. De technische recherche doet onderzoek naar beide overvallen. Gelderse lucht blijkt goed te zijn voor astmapatiënten. Het aantal longpatiënten dat de gezonde lucht van de Achterhoek en de Veluwe opzoekt, neemt sterk toe. Afgelopen jaar verhuisden tientallen mensen van de Randstad naar het oosten. 6 jaar geleden was Betty Vermeulen uit Apeldoorn het helemaal zat. Ze woonde met haar gezin ingeklemd tussen de snelwegen in Delft en kreeg steeds meer problemen met haar longen door haar astma-aandoening. Ik was vaak ziek. Ik had medicatie nodig, wat eigenlijk niet meer zo goed hielp. Het hele jaar door 2 keer puffen. En het werkte gewoon niet. Dus toen zijn we verder gaan zoeken. Op internet. En daar hebben we satellietbeelden gevonden van Nederland. Wat betreft luchtvervuiling. En de helft van Nederland was enorm vies. Dus toen dachten we van, oh, verhuizen is misschien een optie. De keuze viel al snel op Apeldoorn. Centraal gelegen en omgeven door groen. De stap van Vermeulen is niet uniek. Het astmafonds hoorde afgelopen jaar steeds vaker van longpatiënten dat ze de vervuilde lucht van de Randstad ontvluchten. Ik denk dat mensen zich bewust worden van dat gezondheidsrisico in vuile lucht. We weten dat fijnstof ziek maakt. We weten dat de Randstad daar meer van heeft. Dus het is ergens wel heel logisch dat mensen zeggen van ja, ik merk dat ik buiten de Randstad beter af ben. Het astmafonds verwacht dan ook dat de komende jaren het aantal longpatiënten dat in het oosten gaat wonen verder toeneemt. Voor Betty Vermeulen heeft die stap in ieder geval heel goed uitgepakt. Het eerste jaar was al de helft van het jaar dat ik geen medicatie nodig had. Ik was niet ernstig ziek geworden. Zeker die hoge koorts die ik gewend was, 2-3 keer in het jaar. Dat was ook niet meer. Dus dat is een heel groot verschil. Het is wel wat mijn leven veranderd heeft. Het is alweer 2 jaar geleden dat een zware aardbeving in Haiti duizenden levens eiste en dat 1 miljoen mensen dakloos werd. Om deze trieste gebeurtenis niet te vergeten was er gisteravond in Apeldoorn een herdenking. Georganiseerd door de Haitiaanse Vereniging in Nederland. Een minuut stilte met daarna het volkslied van Haiti. De Haitiaanse gemeenschap in Nederland staat stil bij de natuurramp van 12 januari 2010. Veel van hen hebben nog banden met hun geboorteland en sommigen hebben er zelfs nog familie wonen. Zo ook de adoptiekinderen van de familie Prudhomme. 2 van de 3, de meisjes, kunnen zich het moment van de beving nog goed herinneren. We hoorden het via oma op de voicemail. Die vertelde het en daarna gingen we gelijk kijken op tv, op de jeugdjournaal zo. Ja, de aardbeving was wel even schrikken voor ons, want we dachten, oh nee, en ja, er zijn allerlei dingen in Haiti gebeurd waardoor het nou nog slechter met Haiti gaat. De meiden zijn samen met hun adoptieouders ook aanwezig bij de herdenking. De 3 kinderen zijn al ruim 10 jaar in Nederland en kunnen zich weinig herinneren van Haiti. Maar ze voelen zich wel betrokken bij hun geboorteland. Tenminste, op het moment dat we hoorden van de herdenking is er, toen riepen de 2 meiden al van wij gaan. Dat was überhaupt. Ze zijn op een leeftijd gekomen dat ze met hun Haitiaanse landgenoten contact willen. De meeste familieleden van de kinderen wonen namelijk nog op Haiti. De vraag rees of zij nog leefden. Er werd een zoektocht ingezet en dat leverde sneller dan verwacht resultaat op. Ze hebben inderdaad hun familie teruggevonden. En ja, dus wel weer een apart stukje wat naar aanleiding van de aardbeving begonnen is eigenlijk. De herdenking is druk bezocht, maar of er volgend jaar weer één komt, is afwachten. Het is een kwestie van organiseren en een plek te vinden. Dus dan de vereniging zoekt een plek om vaker dingen te doen voor Haiti.
Je dorpsplein prettig inrichten voor activiteiten, dat kost geld. Maar waar haal je dat tegenwoordig vandaan? Straks meer. De politie heeft gisteravond bruikbare tips binnengekregen over de mislukte ontvoering van een 11-jarig jongetje in Groesbeek. Een week geleden probeerde een automobilist hem in zijn auto te trekken, maar de jongen wist te ontkomen. Het jongetje heeft zich gelukkig op tijd kunnen bevrijden. Maar wij vinden het feit toch wel zodanig ernstig dat we groot inzetten op de oplossing van dit toch misdrijf. De politie heeft meer dan 100 voorbijgangers ondervraagd tijdens het passantenonderzoek. In het Nijmeegse Canisius Wilhelmina ziekenhuis zijn bij 4 vrouwen gevaarlijke borstimplantaten geplaatst. De zogeheten PIP-protheses kunnen scheuren of lekken. Verzekeraars hebben toegezegd het verwijderen van de implantaten te vergoeden. Het ziekenhuis zegt bovendien de kosten van vervangende implantaten te betalen. Een satelliet van het Galileo-project krijgt de naam van een jongen uit het Gelderse Winse. De 11-jarige Tijmen van Kraai heeft een tekenwedstrijd van de Europese Unie gewonnen, met als hoofdprijs deze benoeming. Galileo is een wereldwijd satellietnavigatiesysteem dat gebouwd wordt door de Europese Unie. Kinderen van 9 tot en met 11 jaar mochten meedoen met de tekenwedstrijd. Feest in Harderwijk. Het nieuwe clubgebouw van Scouting Ragaire Dos in Harderwijk is geopend. Door brandstichting afgelopen juli raakte het clubgebouw zwaar beschadigd. Het gebouw was toen net vernieuwd en zou een paar weken daarna geopend worden. Wat er ook gebeurt, de verslaggevers van TV Gelderland Nieuws zijn erbij. Kijk elke avond om 6 uur. Maar vanaf nu is TV Gelderland Nieuws er ook al om 1 uur 's middags. Een dorpsplein waar muziek, dans en toneelvoorstellingen kunnen worden gehouden. Het is een lang gekoesterde wens in het Achterhoekse Etten. Om geld voor het nieuwe dorpsplein te verdienen, doet Etten mee aan de landelijke wedstrijd Kern met Pit. In totaal doen er 22 Gelderse dorps- en wijkverenigingen mee aan de landelijke wedstrijd Kern met Pit. Het doel is de leefbaarheid te verbeteren. Een jury kiest 12 projecten uit die 1000 euro en deskundige hulp winnen. Daarom is het een spannende dag voor Barry Kok uit Etten. Hij wil het dorpsplein van Etten zijn oude glorie teruggeven. De pomp bijvoorbeeld, de dorpspomp, die willen wij in de RS stellen. Die is gesneuveld door de Duitsers. Die hebben hem zeer waarschijnlijk bij een tankomst erboven gereden. Maar aan de hand van authentiek fotomateriaal gaan we hem herstellen. Naast de oude sfeer moet het dorpsplein van Etten ook multifunctioneel worden. Er moeten muziek, dans en toneelvoorstellingen worden gehouden. En het wordt de plek voor de jaarlijkse kermis. Het dorpshart moet weer mooi en gezellig worden. Het is eigenlijk een perfect gereedschap om voor de vitaliteit, maar zeker ook voor de leefbaarheid in ons dorp. Voordat het allemaal zover is, moet het plan gepresenteerd worden aan de jury van de wedstrijd. Alle Gelderse deelnemers doen hun uiterste best om te zorgen dat hun plan bij de laatste 12 komt. Waar de jury met name op gaat letten, dat is het innovatief, is het duurzaam, is de financiering rond en is het echt een verbetering voor de leefbaarheid. De Gelderse projecten zijn heel verschillend. Bijvoorbeeld een kinderboerderij of een zogenaamde boekenruilboom. Dan kunnen mensen uit de buurt een boek inzetten die ze graag willen delen met de buurt. In Ruurlo? Dus. In Ruurlo, ja, in het buitengebied. In buurtschap De Bruil. Iedere cent die je kan krijgen, waar dan ook, dat is gewoon mooi om dat erbij te krijgen. Ik gun ze allemaal wel hoor. Maar u zelf toch ook meest, toch? Ja, klein beetje wel, hè? Iets meer dan anderen. Het is Etten gelukt om 1 van de 12 winnaars te worden. De titel Kern met Pit mag vanaf vandaag gebruikt worden. En een overzicht van alle winnende leefbaarheidsprojecten in Gelderland kunt u vinden op onze website www.gld.nl. En dan gaan we naar Wageningen voor het weer met Dennis Wild. Het wordt de komende dagen steeds kouder. Vanavond koelt het al sneller af, vooral tijdens opklaringen. Maar er zijn ook nog wolkenvelden die voorbij trekken. Met een noordelijke stroming weet namelijk de vochtige lucht afkomstig vanaf de Noordzee ons nog steeds te bereiken. Maar ten oosten van ons brede opklaringen. Ja, die komen er ook aan, want de stroming kantelt naar een oostelijke richting. Maar vanavond de komende nacht is het nog wel een mengelmoesje van die wolkenvelden en die brede opklaringen. Waarin de temperatuur overal tot onder het vriespunt gaat dalen. Dus lichte vorst met plaatselijke kans op gladheid door bevriezing van natte wegen. En ook de vorming van wat nevel of een enkele mistbank.
Het is rustig, weinig wind. Morgenochtend lost die mist weer snel op. De wolken die gaan ook oplossen, want vanuit het oosten komt die droge lucht steeds meer de provincie binnen. Ja, en dan komt de zon goed uit de verf. Morgen een heerlijke dag, denk ik, om van alles te ondernemen, vooral buiten. Maar denk erom, een dikke jas aan, want de temperatuur die is een stuk lager dan vandaag. Komt maximaal 's middags op een graad of 5 uit. Maar u kunt zich voorstellen dat het in de ochtend nog echt wel wat frisser is, met in eerste instantie dus temperaturen onder 0. Nou, dat soort temperaturen houden we de komende nachten sowieso. Lichte tot plaatselijk matige vorst. Overdag 3-4 graden. Maar de overgang naar het zachte weer kondigt zich al aan. Een aantrekkende zuidwestelijke wind, toenemende bewolking en vanaf woensdag regenachtig weer. Maar misschien is dat maar tijdelijk. En dit was het nieuws van zaterdag 14 januari, waarin u onder meer zag dat op het gekapseisde cruiseschip voor de kust bij Toscane tientallen Nederlanders zaten via Gelderse reisbureaus. Volgens het ministerie zijn ze allemaal ongedeerd. En dat bij een steekpartij aan de Stadhouderstraat in Arnhem 2 gewonden zijn gevallen. Ik wens u nog een fijne avond.